dat hebben ze over tijd nog eens gevraagd. En dan gezien hebben we dat geen zon hebben. Jawel. Er is niks van terecht gekomen. Als er nu een bus zou zijn naar Bornem, waarvoor zou dat eigenlijk willen gebruiken? Voor de kliniek. Ik ga hieruit naar de kliniek. Je zit al in de kliniek geweest? Ik, ben, ik heb er al in gelegen. En jij geraakt er dan? Van Bornem, jawel, ik geraakt er wel. Ik word maar zonder rothuis. Maar als hij naar het einde kliniek geraakt, ik er niet, want ik kan geen auto rijden. In ons huishouden ben ik de enigste chauffeur. Hè? Ja, bij ons ook. Het zou gemakkelijk zijn. Die bussen stoppen niet vlak tegen die trottoir. Dan is het al zo'n stuk hoger voor ons weer voor op te stappen. Ja. Dan heb ik nog de ruimte een dag of draai dat ik op de sukkel zit. Omdat ik me moet forceren. Hè. Je moet ook kunnen optrekken. Ja. Maar geen stuk. Dat zou een ideaal zijn, dus er een bus voor in zit. Ja. Het is bijna like tijzer gordijn. Hè. Ja. Maar ja, wordt anders geraakt en als je in een auto gaat. En waarvoor zouden de bus pakken naar Bornem? Sowieso wel, omdat ik Bornem heel gezellig vind. Je kunt er schoon wandelingen maken ook. De kliniek in Bornem is in Kruibeke toch heel goed in trek. Zelfs mensen van Temsen en zo geroken hebben nog niet in Bornem of zo. Dat is erg, hè? Ja, ik denk dat er veel mensen zijn die hier een auto hebben, die zelfs de Lastendijk en zo is willen gaan wandelen in Bornem. Waarom is die busverbinding naar Bornem zo belangrijk? Wel, mensen die door de hulpdiensten worden weggevoerd bij ons, die worden meestal naar Bornem gevoerd. Met andere woorden, als mensen hen willen bezoeken, dan moeten ze er kunnen geraken. Zou jij met de bus gaan naar Bornem? De bus is wel, hè.